Het is zondagavond 19 februari rond 11:50. Een 35-jarige vrouw fietst hier over de Gelderse dijk in Hattem. Ze fietste in de richting van Zalk. Opeens hoort ze iets achter zich en als ze opzij kijkt, dan ziet ze dat er een man naast haar fietst. En hij dwingt haar vervolgens om te stoppen. Eenmaal afgestapt ziet de vrouw dat de man een vuurwapen in zijn hand heeft. Hij bedreigt haar daarmee en eist dat zij haar eigen handen vastbindt met tape. Het slachtoffer weet op haar belager in te praten en weet ook zo erger te voorkomen. De man maakt zijn excuses en fietst er vervolgens vandoor in de richting van Hattem. Ja, Job, die vrouw die moet zich helemaal rotgeschrokken zijn. Ja, absoluut. En gelukkig kwam die man zelf uiteindelijk tot inkeer en heeft die vrouw het er goed van afgebracht. En hij heeft wel zijn excuses aangeboden aan die vrouw, maar het blijft natuurlijk een ernstig strafbaar feit wat hij heeft gepleegd. Is bekend of die man nou al lang achter die vrouw aanfietste? Ja, uit ons onderzoek is gebleken dat hij al vanaf de Oude IJsselbrug achter haar aan is gefietst. Nou, dat is echt zo'n 1,5 kilometer verderop, de brug tussen Zwolle en Hattem. Ja, en toen de man achter de vrouw fietste, weten we ook dat de tegemoetkomende fietser is gepasseerd. En dat kan voor ons een hele belangrijke getuige zijn. Nou, dat was op de Gelderse dijk, kort voordat het slachtoffer tot stoppen werd gedwongen. Dus fietste je daar die zondagavond 19 februari rond 11:50, laat het ons dan vooral weten. En ook al weet je misschien niet meer alles van die avond, elk detail kan voor ons heel belangrijk zijn in de zoektocht naar deze man. Ook een ander belangrijk aanknopingspunt is zijn uiterlijk. Wat is daarover bekend? Ja, die man die we zoeken, die is tussen de 18 en 25 jaar oud, rond de 1,75 meter tot 1,80 meter lang. Hij heeft kort zwart haar, een slank postuur, een lichte huidskleur. Nou, die avond droeg hij een zwarte, gewatteerde korte jas. Hij had een donkere hoodie met een capuchon aan. Hij sprak goed Nederlands. En daarnaast weten we ook dat hij fietste op een herenfiets en dat hij in zijn linkeroor een witte AirPod droeg. En de hoop is nu gevestigd op fietsers of automobilisten die daar iets hebben gezien die avond. Ja, dus mocht iemand iets zijn opgevallen tussen 11:15 en 11:30 die zondagavond, ja, laat het ons dan meteen weten. Ja, daarnaast willen we verdachten zelf ook oproepen om zich te melden. Want ook al kwam hij tijdig tot inkeer, wat ik al zei, het blijft staan dat hij gewoon een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd. Hij heeft gedreigd met een vuurwapen, hij heeft haar bedreigd ook om haar handen vast te tapen. En dat was voor het slachtoffer echt een enorm bedreigende situatie. Iedereen die hier op de Gelderse dijk en had een fietste tussen 11:15 en 11:30, bel de tiplijn. Ook automobilisten die er reden, laat het weten. Uiteraard mag informatie ook anoniem worden doorgegeven via Bel M.